filmen waar je wil. Oké, dus ik ben niet aan het filmen. Ja. Ja, hij doet het. Vince! We hebben het nieuwe programma, Idioot op de Weg. Gaan we aan het uitrijden, heel leuk man. Ja. Wat denk je, waar gaan we eigenlijk naartoe? We hebben vandaag een wedstrijd, ook weer in Brabant. We hebben bijna alle wedstrijden gehad. Jij bent al naar Willem II geweest, ik ben niet. Ja, klopt zo. Dus ik moet Willem II in Brabant nog en PSV eigenlijk. Ben ik ook al eens geweest. FC Eindhoven, ben je daar al geweest? Nee, ik ben ook nog niet. Dus, zijn er drie clubs die ik nog moet. Oh, voor mij is FC Eindhoven de enige. Dan ben ik Brabant af. Maar we gaan nu naar Helmond Sport. Ah. En Helmond Sport ligt in Helmond. Ik ben in Helmond? Ja. Ik dacht uit. Maar Helmond Sport staat er niet goed voor, hè? Wij zijn wel laatst, dat zou ik gezien. Ja, die kunnen dus, ook niet meer hoog. Nee, dus we hebben met... kijk, Helmond Sport speelt nergens voor. Dus het zal wel een wedstrijd worden waar je echt verdrietig van wordt. Maar ja. Os... Het doet toch wel een beetje mee voor promotie. Die kan nog, hè? Die kan nog, toch? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, maar, ja, of zo'n Minimo, ja, ik weet niet. Maar Os stond er best wel redelijk voor. En we gaan het zien. Dit is kut. Maar het maakt niet uit, het gaat om het principe. Godverdomme. Jezus, moet ik dan weer gelijk op mijn kut rijden? Sorry, het staat er niet. Nee, maar het gaat om het principe, mensen. Kijk, het is een wedstrijd ja, waar eigenlijk denk ik niet veel speelt. Alleen Os en we zitten eigenlijk gewoon een beetje voor de lol daar. Kijk, het is niet zo'n wedstrijd als jij gehad hebt tegen RKC Den Bosch. Waar het gewoon echt gewoon met strijd gevoetbald was. Kijk, het is, ik denk ook niet dat dit een van mijn mooiste Brabantse wedstrijden is. Ik kan ook gewoon zeggen dat we gewoon mijn vakantie hebben en gewoon niks te doen hadden. Maar het is inderdaad, we hebben mijn vakantie. Het voetbalseizoen is bijna voorbij. En zeker de keukenkampioendivisie wordt nu al gesloten. En ja, laten we dan even het mooi afsluiten met de laatste wedstrijd van het seizoen. Dat ik hier allemaal heb. En dan, ik denk ook dat dit de laatste wedstrijd wordt van dit seizoen. En dat mijn trip dan even stilstaat. Ja, dat staat even stil. Dat is, het seizoen is klaar. Ik heb alweer wedstrijden gepland. Jij hebt meer gezien dan mij dit jaar. Ja, dat is ook wel fijn dat ik niet meereken. Maar het gaat om principe. Jij hebt meer gezien dan mij. Ja, ik ben dit jaar twee keer bij RKC geweest. Nou, naar Helmond. Willem II. Twee keer bij Ajax. Ja, dit jaar was twee keer bij Sparta. Dit jaar was niet mijn beste moment. Ik denk gewoon dat er echt gewoon weinig toeschouwers zijn. Ik heb wel eens op tv gezien dat ik ook niet echt een fanatieke aanhang ziet. Ik heb bij Os meer het idee gehad dat er fanatieke aanhang is. Maar ik ben wel benieuwd wat het gaat worden. Wat denk jij, Leef? Geen idee. Ik denk 0-3 voor Os. Dan moeten we dadelijk wel eigenlijk nog even de analyse van Jeroen Wagensveld hebben. Ik kan niet missen. Nee. Hij is er weer niet bij. Ja. Krijg ik het morgenochtend weer van hem te horen op het voetbalveld. Ja, hij is er weer niet bij. We gaan het zien. Uitslag leven was wat je gezegd? Ja, ik had 0-3. 0-3? Ja. Ik ga voor 0-2. We zijn niet erg positief over de club. Maar ik gun het Helmond wel. Weet je, sluit het dan nog wel af met een overwinning. Ja, vooruit dan. Maar 1-3. Wij zijn ook wel voor Helmond. Nou, we zijn nou niet voor ons. Hè. We gaan wel realistischer. Ik bedoel, kijk, wij zijn nou realistisch aan het kijken. Maar wij zijn voor Helmond op dit moment. Nee, ik ben nog altijd gewoon voor Ajax. Als je het heel erg vindt. Ja, nee. Maar laten we ook niet zeggen dat jij nou in één keer van je geloof afstapt, hè? Protestant geworden, jongen. Even uit wat er net gebeurde. Ja, dat is ongekend. Daar komt een man naar ons toe. Die vraagt, moet jullie naar de wedstrijd? Hij zei, ja, moet je nog kaartjes kopen? Ja, ze zeggen, nou, kijk even kaartjes, weet je wel. Ik denk, ja, die gaan zeggen, die krijg je nooit meer van te pakken. Waarschijnlijk die man altijd kaartjes te krijgen van de club voor een school om uit te delen daar. Maar ja, die hebben nu natuurlijk, en moet daarover. Die hebben nu natuurlijk vakantie. Hij zegt, nou, hier heb je twee kaartjes. Dan heb ik nog twee gratis kaartjes gekregen. Lekker man. Ja, dat is ongelooflijk.
als je ziet in het stadion hebben ze zonder nabewijsmaat. Wordt dit wel een best bizarre wedstrijd. De aanval van Burnley van Engeland. Die zijn samen met Helmond vanavond bij de wedstrijd. Dus ze hebben een soort van vriendschap met elkaar die met elkaar nu bij, dit, bij deze club zijn. En ons hebben ook een enorme aanhang meegenomen. Met aanhang denk ik met Leeds United. Dat zit te slapen met Leeds United als je goed ziet. En daar hebben Burnley en de aanhang met Burnley. Niets is onmogelijk. Alles is bespreekbaar. We gaan het zien hoe ze het doen. Ik denk wel leuke pot. Het gaat nergens uit, denk ik erover. We gaan het wel zien. Mooi pot, jongens. Yes. Zag je bij de sfeer? Ja. Dat laatste wat ik had verwacht. Dat is bizar, hè? Vuurwerk, even zo'n dik spannend kan allemaal. Bizar. Jezus. Ik zie dingen. Dat is gewoon. Dat is. Het zal wel om de laatste wedstrijd zijn of zo. Maar volgens mij, met die vriendschap met Burnley of zo, werd dat even goed op de kaart gezet. Met de soldaten en met die vuurwerk en al. Toch? Ze stonden echt van te kijken. Absurd. Dit was echt bizar. Vandaar ook zoveel politie, denk ik, voor de veiligheid van dit, denk ik. Ja, ik had het nooit van deze man gezien. Maar we zagen drie bussen van ons komen. En het is eigenlijk helemaal niet vol. Ja, er was een plaatsnodig in de bus. Hè? Er was een plaatsnodig in de bus. Ja, ik denk dat het is. Man. We gaan het zien, Leef. Ja, benieuwd. Ben je nog steeds bij 0-3? Ik ga nou een verandering krijgen. Weet je wat het is? Kijk, 2-1. Ja, ik denk inderdaad, omdat er natuurlijk zo'n sfeertje wel is, dan kan het natuurlijk alle kanten op. Thank you.
Ja mensen, dit was het dan weer, Helmond Sport. Ja, jullie kennen het allemaal. Ploegie uit de keukenkampioen divisie die dit seizoen helaas laatst is geëindigd. Het seizoen is voorbij. En ik heb nou wel een andere planning. En dat is... volgend jaar is natuurlijk ga ik andere, denk ik, manier van video's maken doen. Met bijvoorbeeld aan het einde van mijn video wil ik misschien een... ja, met de persoon waar ik mee ben geweest, dan heb ik een lijst. Met vragen, wat voor cijfers geven van sfeer, dit. En dan behandelen we in de video. Daarnaast ga ik misschien proberen wat moois te maken. Want kijk, mijn doelstelling is natuurlijk ook weer natuurlijk naar de 200 abonnees te gaan. En daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. En als dat lukt, ben ik super blij. Lukt het niet, is het niet erg. Ik bedoel, ik doe het uit. Ik maak het natuurlijk, ja, voor de lol, uit mijn plezier. Nou is het natuurlijk kut gefilmd, want dit is via webcam. Maar, ja, ik probeerde mijn echte webcam aan te sluiten, maar dat deed hij even niet. Dus ik heb het helaas zo. Geen breed beeld, jammer. Maar, ja, dit is het enige wat ik even kwijt wil, jongens. En ik zie jullie in ieder geval tot volgend jaar. Het kan zijn dat er nog een video komt, maar ik zie jullie in ieder geval... volgend jaar.